De day after, alleen zonder kater. Eindelijk klaar om te gaan. Serre was zo'n speler, die had geen haast met omkleden. Ik ben weer thuis. Goedemorgen, het is zondag, de day after, alleen zonder kater. We zijn al eventjes wakker, we hebben lekker klikjes van dingen gisteren gegeten. Ja, dat was bij de buren. En ik heb deze top aan vandaag van Karen Millen, die ik heel leuk vind, maar die nooit wil blijven zitten. En deze broek van Levis en ik doe zo mijn bronslaarsjes erbij. En Sarah is al heel de tijd aan het spelen met een nieuwe speelgoed. Gewoon nog... Ja, tada! De bowlingbaan heb je al af. En deze bijna, want ik hoef, dat is de kermisattractie. Ik hoef alleen nog maar dit ding en dan aan elkaar. En dan heb ik één Lego. Deze is ze nu aan het bouwen. Deze heb ik van Kitty gekregen. Ja, leuk hè. En die loopt dus nog lekker in de pyjamaatje, want die is dus alles in elkaar. Dus alleen deze dingetjes nog. Of hou je zoveel over van stukjes? Soort. Oh, oké. Okay. Dat je overhoudt. Maar deze ga ik wel gebruiken. Nou, ga die maar doen dan snel. Eindelijk klaar om te gaan. Serre was zo'n speler, die had geen haast met omkleden. Mijn haar is nog nat, maar ik wil het nooit feunen. Feunen en mijn haar, in ieder geval de kapper kan het enigszins, ik niet. Maar het gaat dan heel snel pluizen. Het droogt wel altijd heel snel mijn haar, omdat het heel dun is. Ik heb wel veel haar, maar heel dun. Dus als ik het nu los doe... Dat zou je voordeel omdoen en naar het feest gaan, zodat het feest voorbij is. Zo, dat zei ik net tegen jou, maar... Die 30 seconden van mij is niks tegenover het half uur van jou, hoor. En ik heb dit horloge omgedaan. Die is al best wel oud. En nu zag ik net dat hij dus stilstaat. Dus we moeten nieuwe batterijen. Maar ik vind hem eigenlijk wel leuk om als armband om te hebben. Dus ik hou hem gewoon om. Maar wat ik aan het zeggen was, mijn haar, eer dat ik er ben, is het toch al voor het grootste gedeelte droog. Dus ik laat het gewoon mijn even zo opdrogen. Ja, ik heb hier nou niet heel goed gezien. Je hebt het ook twee keer anders, maar het is wel heel lief. Maar ja, dat weet ik toch? Hele mooi, Shaina. Ja? En nog een heel cadeau. Hij is wel open gaan, zie ik. Ga maar kijken wat er allemaal in zit. Kijk, Shaina. Eigenlijk is het X, hè? Ja, jij was er niet bij met de piñata gisteren. Dus toen heeft Sarah van alles van de piñata ook in jouw cadeau gedaan. In een t-shirt. Piñata, gisteren. Ja, ik had gisteren een piñata. Dan kan je met die leuke dingetjes mee maken. Daar hou jij van, hè? Ik ben weer thuis. Sarah ligt op bed. Marco moest nog even wat dingetjes regelen voor zijn werk. En ik moet even snel 3 vlogs gaan editen, anders ga ik achterliggen. Maar daar ben ik de afgelopen dagen natuurlijk niet echt aan toegekomen. Dus dat moet nu wel echt. Ik heb tegenzet. Ik heb een dekje erbij gepakt. En we gaan dit even doen nu. Ik ben gewoon eigenlijk heel de avond bezig geweest. Ik ben nog niet helemaal klaar. Maar ik had zoveel beeldmateriaal en foto's. Ook heel veel wat dan voor privé is. Maar toch allemaal even bekeken. En nu ga ik lekker mijn bed in. Want morgen gewoon weer school en vroeg op. En Sarah mag eindelijk trakteren morgen. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!